De rookvrije generatie. Ja, die moet eraan komen. Want roken is natuurlijk heel onverstandig en ongezond. Dat kan ik wel zeggen, niet lekker, maar ik ben een oud roker. Ik weet niet of ik dat echt kan zeggen. Maar ja, het is natuurlijk niet goed. En de GGD doet daar heel veel aan. En om mensen te helpen bij het stoppen met roken of informatie te geven. Want die rookvrije generatie, die moet er natuurlijk aankomen. Het gekke is trouwens dat heel veel jonge mensen beginnen met roken. Jammer, hè? Shamira, die weet er alles van. En daar ga ik even mee roken. Ik bedoel, praten. De GGD, jij en jouw collega's doen er van alles aan om mensen van het roken af te krijgen. Ja. Wat doen jullie bijvoorbeeld? We zitten vooral heel erg op de kinderen. We richten ons vooral op de kinderen dat die kunnen opgroeien in een gezonde, rookvrije omgeving. Omdat roken veel gezondheidsgevolgen kan hebben voor nu of voor later. Onze jeugdgezondheidszorg spreekt met ouders en die vraagt onder andere aan ouders waarom roken ze. Om de problemen erachter juist op te zoeken. En nou ja, daarnaast leiden we ze toe naar stopondersteuning, maken onze gebouwen rookvrij. Ook onder andere dit plein wordt straks rookvrij gemaakt. Wordt dit plein rookvrij? Ja. Dat is echt in de openbare omgeving. Ja. Want eerder was het zo bij het ziekenhuis en daar stonden altijd mensen te roken. Nou, dat mag niet meer. En nu wordt dus het hele plein rookvrij. Ja. Het is een heel mooi gezamenlijk initiatief met alle partners die aan dit plein wonen. Om gezamenlijk ons in te zetten dat kinderen hier die naar het ziekenhuis moeten of ook andere mensen, dat ze niet door die rookwalm heen hoeven. Dus we maken er een rookvrije kinderplein van. Toch schijnt het zo te zijn dat veel jonge mensen die gaan roken. Hè? Ja. Ja, helemaal als je het voorbeeld hebt gehad vanuit huis en dan is het iets wat gewoon eigenlijk heel normaal is. Of als vrienden het gaan doen, het is toch een beetje stoer. Dan is het makkelijk om te gaan roken. Rookt u al lang? Ja. Wilde u er wel eens vanaf? Ik heb het heel vaak geprobeerd. Maar ik ben gestopt met stoppen. Het is een rotverslaving, hè? Wat voor verslaving? Een rotverslaving. Moeilijk om vanaf te komen. Het is een vreselijke verslaving. Echt heel erg. En vind u het nog wel steeds lekker? Ik vind het heerlijk. Maar het is ook niet zo dat ik de een met de ander en... ik vind het gewoon een lekkere sigaretje. Als het een beetje spannend wordt allemaal, dan vind ik het helemaal lekker. Ja. En dan rook je wel eens wat te veel. Nou zei die mevrouw net, wij worden overal verbannen. Ja. Ja. Ik snap heel goed wat die mevrouw bedoelt. En wij als GGD willen ons er juist nu ook voor inzetten dat we juist ook laten zien dat je respect moet hebben voor de rokers. Want roken is niet zomaar iets waarvan je denkt, huppakee, dit ga ik nu even vandaag doen. En daar kom ik morgen weer van af. Nee. Het is uiteindelijk toch een verslaving. En daarom is het gewoon heel erg belangrijk dat je deze mensen ook met respect benadert. En daarnaast zijn we dus ook bezig met rokende Groningers. We zijn bezig met de Groningse campagne. Samen met organisaties en rokende inwoners. Om een campagne te maken om respect voor elkaar te krijgen. Elkaar aan te durven spreken. En begrip voor elkaar te tonen. Wat denk je? Gaat het ooit lukken om het roken er weer op uit te krijgen? Ik denk dat we uiteindelijk, ik denk, jij bent iets ouder dan ik, jouw achterkleinkinderen en misschien mijn achterkleinkinderen, dat die zeggen, joh, in die tijd van mijn voorouders rookten ze nog gewoon. Staken ze dingen in de... Ja, dat is het. Dus zoals wij er nu tegenaan kijken, ik hoop dat we dat gaan bereiken en ik denk dat we dat ook kunnen als iedereen zich hiervoor inzet en elkaar met respect hierover kan aanspreken.